Zo, goedenavond. Oh, hey. Fijn dat u er bent. Was het druk op de weg? Ja, ja. Het was een beetje doorkomen aan. Gisteren was er echt geen doorkomen aan. Dus, Kijkt u eens. Oh, kijk. Lekker. Hebben de kinderen helemaal zelf gebakken. Oh. Ja, is niet slecht, hè? En mist hij zijn moeder al een beetje? Ja, nou ja. Gisteren konden we even skypen, dus dan is ze er toch een beetje bij. Het is wel bijzonder hoor, China. Ik zou er zo voor tekenen. Maar het is ongetwijfeld vooral heel hard werken. Ja. Goed. Wat ik met u wilde bespreken vanavond. Het lijkt me goed als we samen even kijken naar de leerresultaten van uw zoontje. Mm-hmm. En de overgang straks naar de middenbouw. Hij loopt nu ietsjes achter ten opzichte van de rest. Maar het is niet echt iets waar we ons zorgen over hoeven te maken hoor. Maar misschien wel goed om in het licht van de overgang samen de mogelijkheden te verkennen. Is dat ook een beetje wat u verwacht van dit gesprek vanavond? Of zijn er nog andere dingen die u met mij wil bespreken? Ja hoor, klopt. Lijkt me genoeg stof voor vanavond. Oké, nou fijn. Ja, allereerst dat het goed gaat. Het is een ontzettend vriendelijke jongen. Ik kan niet anders zeggen. Hij heeft ook een aantal leuke vriendjes. Hij is heel creatief met knutselen. Als ik een één-op-één gesprek met hem heb, dan is hij altijd enorm enthousiast over wat hij allemaal heeft meegemaakt. In de weekenden bijvoorbeeld, hè, de uitstapjes die jullie samen maken. Herkent u dat? Welke positieve dingen ziet u zelf? Nou ja, we gaan inderdaad in het weekend vaak samen de natuur in, lekker naar buiten. Ja. Beetje crossen door de duinen, opstaan, vallen, opstaan. Ja. Vindt hij heerlijk. Ik ook trouwens hoor. Gewoon even uit de sleur van de hectiek. Ja, heerlijk. Kan ik me alles bij voorstellen. Hm. Ja, nou, dat kan ook geen toeval zijn, toch? Ach, ja. Ja. Nou, hij is dus heel creatief en sportief. En dat zijn twee prachtige eigenschappen. En dat verklaart mogelijk ook waarom hij soms in de klas het wat lastig vindt om stil te zitten. Mm-hmm. Hij wordt de laatste tijd ook ietsjes drukker. En dan merk ik dat hij niet echt meer met zijn taakjes bezig is. En dan wil hij steeds wat anders. Hij lijkt er vrij snel op uitgekeken. En soms dan begint hij aan een taakje. Mm-hmm. En dan merk ik dat hij zich niet goed kan concentreren. En dan vergeet hij, bij wijze van spreken, dat hij ergens aan begonnen was. Herkent u dat? Ja, zeker. Ja. Kijk, thuis laat hij soms ook dingen liggen waar hij net mee begonnen is. En dan ruimt hij het ook niet op. En als hij luistert ook niet als we hem aanwijzingen geven om in die enorme chaos een beetje orde te scheppen. En als we hem naar vragen, dan lijkt het niet uit zijn woorden te komen. Maar ja, hij is pas 6. Hè, dus wat wil je? Dat moet gewoon nog een beetje groeien bij hem. Ja, nou daar wil ik op zich wel even met u naar kijken. Kijk, uw kind is natuurlijk een herfstkind. Mm-hmm. En hij is best wel wat jonger dan de meeste kinderen uit zijn klas. En met sommigen scheelt hij zelfs wel een jaar. Ja, is dat een probleem? Nou, wat ik zie in de klas is dat uw zoon gewoon nog ontzettend graag wil spelen. En, onderzoeken, grenzen verkennen. Mm-hmm. En daar is ook helemaal niks mis mee, hè? Voor een kind van zijn leeftijd. Zoals u dat zelf ook al ziet. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ziet hij zijn klasgenootjes de taakjes heel snel afwerken. Mm-hmm. En misschien dat hij zich daardoor opgejaagd voelt en dat hij zich daarom niet zo goed kan concentreren op één taakje. Mm-hmm. Soms dan komt hij huilend bij me en dan merk ik dat hij wat onzeker is en dat hij bevestiging bij mij zoekt. Mm-hmm. Dus wat ik me kan voorstellen, wat daarom misschien goed zou kunnen zijn voor zijn eigen ontwikkeling, dat is kleuterverlenging. Wat zou u van dat idee vinden? Nou ja, kijk, ik heb er natuurlijk niks op tegen als hij extra tijd nodig heeft. Ik wil gewoon dat wat voor hem het allerbeste is. En als dat betekent dat hij een jaartje over moet doen. Misschien dat we toch ook eens moeten gaan kijken naar de nadelen daarvan. Uiteraard. Maar kijk, u hoeft het ook niet te zien als een jaartje overdoen. Hè? Het is echt dat hij de ruimte krijgt om te doen wat goed is voor zijn eigen leerlijn. En het enige wat misschien lastig voor hem zal zijn, dat is dat zijn vriendjes waarschijnlijk wel overgaan. Maar het is een ontzettend sociale jongen. Dus ik verwacht dat hij zo weer nieuwe vriendjes zal maken. Ik zie eigenlijk verder geen enkel probleem. Hij moet het vooral zelf ook zien als een positieve ervaring. Ja, goed. Maar het is toch weer een jaar extra op school. Toch? Ja. Kijk, en hij moet dan wel aan het werk gaan. Ik wil niet dat hij dat ziet als een excuus om te gaan lanterfanten. Nee, uiteraard. Maar daar maak ik me ook echt helemaal geen zorgen over. Ik verwacht dat hij als klasseoudste dat hij snel zal groeien. En dat hij dan gewoon zijn taakjes wel allemaal heel goed zal kunnen doen. Dan is hij in ieder geval niet meer de jongste en heeft hij niet het gevoel dat hij de hele tijd achter dingen aan moet rennen.
Ik verwacht ook bovendien dat hij daar een stuk rustiger van wordt. Kijk, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, dus het blijft op basis van een schatting, maar mijn eigen ervaring is dat het voor het kind vaak beter is. Ik begrijp het. Ja, ja, het klinkt allemaal wel logisch. Dus ik vind het wel fijn om het eerst met mijn vrouw te overleggen. Ja, uiteraard. Kijk, we hoeven nu ook helemaal geen beslissing te maken nog. Soms zie je in een periode van een aantal maanden dat er nog een enorme ontwikkeling optreedt. Mm-hmm. Maar dan ja, kunnen we het nu in ieder geval alvast wel een beetje laten bezinken. Zullen we het hierbij laten voor vanavond? Ja, prima. Okay. Nou, zodra uw vrouw terug is, dan maak ik graag met u beiden een vervolgafspraak. Nou, dat doen we. Nou, bedankt in ieder geval en ook voor de koekjes. Graag gedaan. Okay. Een hele fijne avond nog. U ook.